Hallo mijn lieve weegschalen. Ik ga een reading voor jullie doen, een liefdesreading voor de volgende week 12 tot en met 18 juli. Welkom op mijn kanaal. Ik ga voor jullie een algemene reading geven, dus het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem gewoon mee wat voor jou van toepassing is en laat de rest achterwege. Ik heb de reading zojuist in het Engels gedaan, dus de kaarten liggen op de tafel. Ik ben begonnen met het trekken van een aantal orakelkaarten. Ik schud de kaarten en ik wacht tot het universum mij de juiste boodschap voor jullie geeft. De kaarten die eruit zijn gekomen van het Romans Angel Deck. Dat is Express Your Love. Uit jouw liefde. Go ahead and make the romantic gesture. Zet die romantische stap. Zet die stap in de richting van jouw geliefde. De tweede kaart die eruit is gekomen voor jullie is Reconciliation, hereniging. Someone from your past is returning to your life. Iemand van in jouw verleden komt terug in jouw leven. De derde kaart van de Romans Angels is It is safe for you to love. Het is veilig voor jou om lief te hebben. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Open je hart om de hoogste energie van alles te geven en te ontvangen. Dus open je hart voor de liefde. Maak dat romantische gebaar. En iemand van jouw verleden komt terug in jouw leven. Dus dat kan iemand zijn met wie jij inderdaad contact hebt gehad in het verleden. Kan ook iemand zijn waar je echt daadwerkelijk een relatie mee hebt gehad. Dus een ex-geliefde die terugkomt in jouw leven. Dan heb ik nog een aantal orakelkaarten getrokken. De eerste is van de Keepers of the Light deck. Dat is deze hele mooie kaart die er voor jullie uit is gekomen. Mahavatar Babai, Soul Expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Dus jouw consciousness... hoe zeg ik dat in het Nederlands? Er zal iets gebeuren waardoor je de connecties tussen dingen zal begrijpen. Dus er zal een licht geschenen worden waardoor jij inzicht krijgt. Je inzichten komen tot leven. Als het ware, je inzichten breiden zich uit. Dan heb ik een tweede kaart van het Gaia Orakelkaartendek. En de tweede kaart is The Message, de boodschap. Hele mooie kaart. Een positieve boodschap zal jouw kant op komen met een positieve uitkomst. Dus dat kan ook weer met deze eerste kaart te maken hebben. Er zal een positieve boodschap komen, waardoor jij een connectie kan leggen tussen dingen. Waardoor jij wellicht stappen kunt zetten richting een relatie. Derde kaart die ik heb getrokken is van de Work Your Light Oracle Deck. Dat is deze. Een hele mooie kaart. Wederom. Star Mother, how can you mother yourself? De sterrenmoeder. Hoe kun jij jezelf bemoederen? Dus zorgen voor jezelf is de boodschap op deze kaart. Ik heb nog een kaart van het Moonology Oracle Deck getrokken voor jullie. En dat is de volgende. Emotions are running high. Supermoon. Emoties kunnen hoog oplopen. Dat kan wederom te maken hebben inderdaad met de boodschap die er voor jou binnenkomt. Wellicht krijg je een hele emotionele boodschap van iemand uit het verleden. Wat wel een positieve uitkomst zal hebben. Maar wellicht zal dit voor jou zorgen dat jij een andere kijk op zaken hebt. Een epiphany krijgt, dus het licht ziet in een situatie en naar aanleiding van de boodschap die jij ontvangt. Ik heb drie kaarten voor de algemene energie en de liefde getrokken, weegschaal. De eerste kaart die er voor jullie uitsprong is de koningin van pentakels. Kan zijn dat je te maken hebt met een vuurteken, dus een leeuw, boogschutter of een ram. De tweede kaart die er uitkwam voor jullie is de staven 10, wederom vuurenergie. Dit is vuurenergie. De
Koningin van Pentakels is aarde-energie en dat is stier, maagd, steenbok. Staven 10 is vuurenergie, leeuw, boogschutter, ram. Kan ook zijn dat jij deze tekens in jouw sterrenbeeld hebt. Derde kaart die eruit komt voor jullie is de Hanged Man. Wat ik doorkreeg bij deze kaart is inderdaad dat jij wellicht op dit moment bezig bent met het werken aan jouw eigen stabiele situatie, je gezin, familie, die op dit moment op de eerste plaats komen, vasthouden aan hetgeen je al bereikt hebt in je leven. Het kan zijn dat je daar heel hard aan het werken bent. Ook met deze 10 van staven, dat spreekt van de lasten van de wereld op je schouders dragen. Dus misschien kost het je een hele hoop moeite inderdaad om die stabiliteit vast te houden die je op dit moment hebt in jouw leven. Dus echt hard werken, obstakels in je weg overwinnen. En dan hebben we de Hangman en dat staat voor de situatie bekijken. Een moment van rust, een moment van stilte. De situatie bekijken van verschillende ooghoeken. En de Hangman kan ook staan op het originele tarotdek. Heeft deze Hangman een licht rondom zijn hoofd. Hij hangt ondersteboven. En hij krijgt een onverwacht inzicht in de situatie. Dit kan ook weer terug te herleiden zijn naar die positieve boodschap wat jij kan krijgen. Wellicht door die boodschap krijg je inzicht en weet je wat te doen in een bepaalde situatie, hoe te handelen. Ik heb de kaarten verklaard, de koningin van Pentakels. Daar kwamen 4 kaarten uit. Kelke 4. Aas van Pentakels. Gerechtigheid en de hermiet. Met deze kaarten kan het zijn dat je te maken hebt met een waterteken, schorpioen, kreeft, vissen, een aardeteken met de aas van pentakels, stier, maagd, steenbok. Dan hebben we gerechtigheid, dat is jouw kaart, een weegschaal. En dan hebben we de hermiet en dat is maagdenergie. Dus kijk hoe of je jouw persoon inderdaad een van deze sterrenbeelden heeft. Ter verklaring van de koningin van Pentakels voel ik hierbij inderdaad dat jij op dit moment vasthoudt aan hetgeen je hebt bereikt. Je staat in je kracht. Je doet het goed. Je kan alles goed managen. Het gezinsleven, je emoties, je financiële situatie. Wellicht kijk je met deze 4 van Kelken terug naar het verleden. En hou je daar eigenlijk ook aan vast. Of je houdt vast aan hetgeen je nu hebt bereikt in je leven. Maar met die aas van pentakels zal er een nieuwe verandering komen. Een verandering, een nieuw begin. Iets wat jou aangereikt wordt vanuit het universum. Met de kaart gerechtigheid ernaast. Je kan ook het gevoel hebben van na al dit harde werken. Al deze lasten die ik op mijn schouders heb gedragen. Alles wat ik heb overwonnen. Wanneer is het tijd voor mijn gerechtigheid? Wanneer krijg ik die verandering in mijn leven ten goede? En met de hermiet kan het zijn inderdaad dat jij in jezelf een licht schijnt op het verleden. En je kijkt in jezelf. En hoe kun jij deze verandering teweeg brengen in je leven? Wanneer zal de verandering plaatsvinden? Wat is er in het verleden gebeurd, wat jij mee kan nemen aan positiefs voor de toekomst en wat niet? Ter verklaring van de staven 10 kwam de koning van Pentakels eruit, aarde-energie wederom. De Fool kwam eruit voor jullie en de schildknaap van Kelken. We hebben dus een stel op de tafel, de koningin en de koning van Pentakels. Beide stabiele persoonlijkheden, beide familie en kinderen is belangrijk voor beide personen. Het kan dat jullie elkaar zien als zijnde stabiel op dit moment. Met deze 10 van staven die de kaart verklaart, heb ik het gevoel dat de relatie tussen jullie beiden wellicht een hoop lasten voor jou heeft meegebracht. Weegschaal.
En dat je op dit moment deze lasten achter jou wil laten. Je wil met de voel die hier leeft in het diepe springen, een nieuw begin. Je laat het verleden achter je en gaat met een onbezonnen, leeg hoofd, om het, als het ware, stap jij in een nieuwe situatie en ga je het risico nemen. Dit kan ook jouw persoon zijn, draai de rollen om zoals het voor jou van toepassing is. Maar er zal een van jullie beiden naar voren komen met een aanbod in de liefde. Of dit kan ook de boodschap zijn waarover gesproken wordt. Want de schildknapen zijn boodschappers. Dus het kan zijn dat jouw persoon naar jou toe zal communiceren. Dat er een emotioneel gesprek plaatsvindt met deze kelken. Dat spreekt van emoties, liefde. Dus wellicht dat er een emotionele boodschap. Het kan ook staan voor een excuus, verontschuldigingen die iemand aanbiedt. Wellicht voor de lasten die er gedragen zijn door jou in het verleden in deze relatie. En dezegene wil met jou een nieuw begin. Hij of zij wil als de voel in het diepe springen met jou. Dan heb ik een verklaring op de Hangman. En dan hebben we wederom een koningin. En dit is de koningin van kelken. Waterenergie weer. Schorpioen, kreeft, vissen. De vloedgolf. En de wereld. Het zijn ook weer heel spirituele kaarten. Vooral de vloedgolf en de wereld. Ook weer geleid vanuit het universum. Ik heb het idee dat je inderdaad met deze hangman op de kop hangend, kijkend naar de situatie, inzicht krijgt. Kan ook weer te maken hebben met die boodschap. Dat je daardoor inzicht krijgt van ik moet het risico nemen. Ik ga mij emotioneel openstellen ten opzichte van deze persoon. Ik ga kenbaar maken dat ik liefde voel voor deze persoon. En ik moet die kans nu grijpen met de vloedgolf voordat het te laat is. Voordat het te laat is en er een einde plaatsvindt. Dus wellicht zijn jullie op dit moment al een tijd gescheiden van elkaar. Met de wereld. De wereld is een einde, maar ook een nieuw begin. Een wedergeboorte. En met deze wereld kan het te maken hebben dat je. Kun je te maken hebben met een van de fixed signs. Dus dat is de stier, de waterman, de leeuw of een schorpioen. Deze sterrenbeelden houden doorgaans niet van verandering. Maar er zal een inzicht komen, een onverwacht inzicht, wellicht door die boodschap die jij ontvangt, dat er liefde aan elkaar getoond moet worden voordat het te laat is en voordat jullie relatie geen kans meer heeft. Als uitkomst voor weegschaal heb ik de volgende kaarten wil er eruit komen. Dat is de staven 10 alweer, dus die ligt voor de tweede keer op de tafel. Dragen van de last op je schouders. De voel. Ook de tweede keer dat deze kaart eruit komt voor jullie. Dus het is echt vanuit het universum een heel duidelijke boodschap. Met deze twee kaarten. Je gaat die lasten achter jou laten. En in het diepe springen. En je bent klaar voor een nieuw begin. Dit ga je achter je laten. De 10 is ook een einde en een nieuw begin. Maar daar lag bij de uitkomst de 5 van zwaarden, luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman, dus jouw energie is dit. De 5 van zwaarden, daar komt niet echt een prettige energie vanaf. Dat kan zijn een kaart van willen winnen, kosten wat het kost. Het kan ook zijn een energie van opgeven en ja, te neergeslagen. Unsatisfying, hoe zeg ik dat in het Nederlands? Je hebt wellicht gewonnen in de situatie, maar het is nog niet naar tevredenheid. Dus ik heb een verklaring gevraagd op waarom ligt hier de 5 van zwaarden. En daar kwam uit de hangman alweer. Dus deze ligt ook voor de tweede keer op de tafel. Dus dat wil zeggen dat je echt een periode van overdenken. Daar zit je wellicht op dit moment in de situatie bekijken. Dan hebben we hier de 4 van pentakels, aarde-energie,
stier, maagd, steenbok. Een energie van beschermen wat van jou is. Kijk, deze pentakel houdt ze voor haar hart. Je beschermt je eigen hart, je eigen stabiliteit die jij opgebouwd hebt. Die energie kreeg ik ook door bij de koningin van pentakels. Draai de energie zoals het voor jullie van toepassing is. Een koning of een koningin kan mannelijk en vrouwelijk zijn. We hebben beide energieën in ons. De derde kaart ter verklaring van de vijf van zwaarden was de twee van zwaarden. In je hoofd zitten, niet weten wat te doen. Dus ik heb het gevoel dat jij die lasten achter je gaat laten. Je krijgt een boodschap of in ieder geval een onverwacht inzicht in je situatie, waardoor jij die stap in het diepe durft te zetten. Maar je houdt toch vast aan hetgeen je hebt en je bent voorzichtig. Dus je stapt wel in het diepe, je zet een stap in de goede richting. Maar je houdt wel, je beschermt hetgeen van jou is. En daar zit je nog over in je hoofd. Dus dat vind ik op zich helemaal niet slecht. Het is altijd goed inderdaad om in een, de fool die is onbezonnen. Die denkt ook niet aan de consequenties van zijn acties. En dat doe jij dus wel, weegschaal, in deze situatie. Dus je stapt wel in het diepe. Je neemt die stap. Je laat de lasten achter je uit het verleden. Maar je blijft toch vasthouden aan hetgeen je opgebouwd hebt. Je beschermt jezelf, als het ware. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Ik wil jullie vragen om nog een vraag in je gedachten te nemen. En dan heb ik een antwoord voor jullie getrokken van het engelen antwoordendek. Dus neem een vraag in je gedachten en dan laat ik jullie zien welk antwoord er voor jullie is uitgekomen. Neem een vraag in je gedachten. Het antwoord wat er voor jullie uit is gekomen is: wees assertief. Dus inderdaad, neem die stappen om je doel in de liefde te bereiken. Dan wil ik nog één kaart als afsluiting van de reading van de wijsheid van het universum orakel trekken. Eén kaart voor de weegschaal alsjeblieft. In de liefde. Universum. Kunt u mij één kaart geven alsjeblieft voor de weegschaal in de liefde? Welke boodschap voor de weegschaal in de liefde? En dit zijn hele grote kaarten. Ze zijn nogal moeilijk. Daar vallen er drie uit. Die ga ik niet nemen. Liefde, rozenkwarts, verdwaald in ons eigen evenwicht, kwam eruit. Maar ik wil graag één kaart. Eén kaart voor de weegschaal. Eén duidelijke boodschap voor de weegschaal. Welke boodschap mag ik meegeven aan de weegschaal in de liefde voor de komende week? Welke boodschap voor de weegschaal? Ja. Hele mooie kaders eruit gekomen voor jullie. Creativiteit. Is de kaart. Ik zal voor jullie de boodschap lezen die daarbij hoort. Uw creatieve kracht is veel groter dan u zou denken. Net zo groot als van iedere kunstenaar die ooit op aarde heeft rondgelopen. Creativiteit is zuiver spirituele energie. Creativiteit is de essentie van God, Godin, die zich uit via u. Door de creatieve kracht in uzelf te ontsluiten, zult u meer plezier en verwondering in uw leven creëren. Creativiteit bestaat in oneindig veel vormen. Ze kan worden geuit in uw werk, ontspanning en relaties. Al deze dingen zullen groeien en veranderen op manieren die u nooit voor mogelijk hebt gehouden. Laat alle angsten of zorgen die u misschien hebt over creativiteit los. Zet alle kritische beoordelingen aan de kant en uit u precies zoals u zich voelt. Maak u geen zorgen over wat anderen misschien denken. Laat vooroordelen los en laat uw volle expressie tot uiting komen. Begin met een dagboek waarin u kunt uiten wat u denkt en voelt. Schrijf alles op wat in u opkomt, ook uw dromen en wensen. En laat uw fantasie de vrije loop. Het is belangrijk dat u zich veilig voelt om alles wat u wenst op te schrijven zonder bang te zijn dat iemand anders het zal lezen. Dus houd uw dagboek privé.
U kunt ook schilderen of tekenen hoe u zich voelt. Nogmaals, denk niet na over wat u wilt schilderen of tekenen. Maak gewoon plezier en laat uw intuïtie en gevoelens zichzelf uiten zoals ze willen. Uit uw innerlijke gevoelens, creativiteit is de levenskracht in uzelf en creativiteit is uw innerlijke kind dat verlangt naar vrijheid van expressie. Ja, prachtig. Prachtige kaart die eruit is gekomen. Dit is wat ik voor jullie heb, weegschaal. Ik hoop dat het resoneert. Laat me dat weten in de reacties onder mijn video. Druk op die like-button en abonneer je op mijn kanaal als je nog meer video's van mij wil zien. Ik ben pas begonnen op YouTube, dus ik zou het heel erg waarderen als je je abonneert op mijn kanaal. En ik wens jullie veel geluk en tot de volgende keer. Dag!